welkom bij de avondshow. Mijn naam is Arjen Lubach. Het was een spannende dag vandaag. Want misschien weten jullie het nog. Vorige week, woensdag, had ik het over de PVV en de wet dieren. Ah, kijk nou, wat een jong kopje nog, hè. Die wet die regelt hoe we met dieren moeten omgaan en of we bijvoorbeeld staarten mogen worden afgeknipt zodat er meer varkens in een hok kunnen. En vandaag werd erover gestemd over hoe die wet dieren moet worden ingevuld. Nou, eerst even de mogelijke uitkomsten nog. Dat waren er extreem kort samengevat 3. Optie 1 van de Partij voor de Dieren met als gevolg een blij varkentje. Optie 2 van de VVD en D66 met een veel minder blij varkentje. En optie 3 van minister Adema met een varkentje dat in pure doodsangst verkeert. Ja, dat hij echt de hele dag aan de lijn hangt met slachtofferhulp. En iedereen keek dus vandaag naar de PVV, de grootste partij. Want die zijn dankzij dierenvriend Dion Graus al 10 jaar lang tegen de bio-industrie. Ah, het is snoezig, toch? Dus je zou verwachten dat ze voor het plan van de Partij voor de Dieren stemmen. Alleen is de PVV nu aan het formeren met de BBB en die zijn natuurlijk tegen. He, die zeggen massaal... Ik weet niet hoe die klinken. Maar dus wat gebeurde er vandaag? Dion Graus stemde voor het PVDD-voorstel, maar de rest van de PVV stemde tegen. De dieren zijn dus keihard in de steek gelaten door de PVV. En Dion Graus ook. Hij zit nu in een fractie met 36 dierenhaters die dansen naar de pijpen van Caroline van der Plas. En dat is dus echt zo, want Wilders heeft voor deze stemming gebeld met de BBB over hun zorgen. Die neem je serieus. Weer een PVV-standpunt overboord. Hey, wordt het zo langzamerhand niet efficiënter als Wilders gewoon zelf in die ijskast gaat zitten? Dat lijkt me veel handiger. Aan de lopende man. Maar goed. Die arme Dion Graus die stond vandaag dus helemaal alleen. En dat ook nog eens op zijn verjaardag. Oh. Gefeliciteerd, Dion. In de fractiekamer kun je alvast de staart afsnijden. Sorry, taart aansnijden. En wij gaan, ondanks Dion Graus, afscheid nemen van de PVV als dierenpartij. Veel beter. Veel beter. Het is niet anders. Dan gaan we verder met een andere vervelende achteruitgang. Het gaat de verkeerde kant op met de infectieziekte kinkhoest, de bof en mazelen. Ja, het gaat de verkeerde kant op. Ze glijden helemaal af. He, jointjes roken, stelen opgevoerde fatbikes. Foute vrienden ook. Ik zag ze laatst nog chillen met ebola. Dat is echt mooi. Maar het gaat echt mis. Hier, nieuws van vandaag. Inmiddels 20 jonge kinderen besmet met de mazelen bij uitbraak in Eindhoven. Eindhoven de flexte. Sorry. En ook Zeeland is de pineut. Kinkhoest en bof zijn er al. Mazelen staat voor de deur. Goedemiddag, bent u bekend met de mazelen? Hallo. En kinkhoest rukt dus ook op. Er zijn dit jaar al 4 baby's overleden door kinkhoest. En dan denk je, is dat meer dan andere jaren? Ja, de laatste keer dat er zoveel baby's aan kinkhoest overleden was in 1963. We zijn gewoon 60 jaar terug in de tijd geslingerd. En niet qua muziek of zo, of qua kapsels, maar qua dode baby's. Waarom gebeurt dit? Nou, dat komt doordat steeds minder ouders hun kinderen laten vaccineren. Vroeger waren dat vooral ouders die zeiden, dat mag niet van Jezus. Maar nu zijn er wat andere redenen bijgekomen, vertelt deze arts. Tegenwoordig zien we ook veel meer mensen die niet gewend zijn om te vaccineren, maar ook hoger opgeleide mensen die vanuit meer spirituele benadering van vaccinatie niet kiezen voor vaccineren. Of mensen die bijvoorbeeld corona in het achterhoofd hebben, vragen en twijfels over vaccinatie hebben ontwikkeld. Oh ja, dat zijn mensen met corona in hun achterhoofd. Ja, dat snap ik wel, als je niet helemaal helder meer denkt. Maar er zijn dus steeds meer mensen die hun kinderen niet laten vaccineren. Het is een mengelmoes van rallyweigeraars, zweefouders en mensen met een migratieachtergrond. Hoe dan ook, super zielig voor die kinderen, want die hebben een grotere kans om ziek te worden. Maar ook zielig voor andere kinderen, zoals baby's die nog te jong zijn om een prik te krijgen. Want die komen op de crash steeds meer ongevaccineerde peuters tegen. En dat is best wel raar. Zo'n crash doet alles om die kinderen te beschermen. Hoge stopcontacten, zachte hoekjes op de tafelpunten. Maar dan dumpen we die baby's wel tussen de rochelende kinkhoestkoters. Dat is toch gestoord? Maar gelukkig las ik vandaag dit. VVD stoft oud plan af. Ongevaccineerde kinderen uit opvang weren. Dat is wel bijzonder. Dat is voor het eerst dat de VVD iets recycelt. Dat is vet duurzaam. De VVD wil dus dat de opvang ongevaccineerde kinderen moet weigeren als de vaccinatiegraad te laag is. Maar staatssecretaris Van Ooyen van Volksgezondheid die wil dat niet.
Nou, ben ik toch even benieuwd naar zijn reden. Ik zou niet in eerste instantie denken aan een verplichting voor de kinderopvang. Want dat zou ook een trendbreuk zijn met het verleden, waarin we juist in de geschiedenis in Nederland op basis van die vrijwilligheid altijd hele hoge vaccinatiegraden hebben gehad. Ja, maar die trend is al gebroken, want half Brabant zit onder de vlekken. Dus het is een beetje de vraag welke trend je belangrijker vindt. En ook niet alle crèches zien het zitten, zoals in Eindhoven. Kinderopvangbedrijven in de regio Eindhoven zijn niet van plan ongevaccineerde kinderen te gaan weren. Wacht even, wat maken die kinderen daar voor tekeningen? Wat, kunnen we even kijken? Blije kinderen met mazelen? Dit zijn een soort voorgedrukte plaatjes waar je zelf de stippen op moet zetten. Ja, kinderen, en na het fruithapje maken we allemaal een tumor van papier-maché. Nou ja, dus even voor de kinderen die nu kijken, mazelen zijn niet leuk. En op Radio 1 ging het er vandaag ook over. Hier, onbegrijpelijk dat vaccinatieplicht op kinderopvang nog niet is doorgevoerd. Het is niet veilig. Maar, sorry, weer, maar what the fuck is dit voor Pino? Wat? Die is sowieso niet gevaccineerd, hè? Dus... Sorry. Dank u wel. Dank u wel. En in die radio-uitzending kwam onder andere ook nog deze oud-VVD-senator aan het woord. Ik zat te denken, als gedachte-experiment zou je dan kinderopvang moeten maken voor alleen ongevaccineerde kinderen. Maar dat is zo gevaarlijk, dat kan helemaal niet. Nee, een speciale kinderopvang voor ongevaccineerden, dat lijkt me inderdaad niet zo'n goed idee voor de kinderen. Maar ja, wat nou als de ouders dat gevaar nou juist willen? Hè? Want daar worden de kinderen hard van. Nou, dan is deze kinderopvang misschien wel iets voor ze. Bij kinderdagverblijf Het Gokje is iedereen welkom. Ook voor ongevaccineerde kinderen is altijd plek, ondanks alle risico's. Want risico's horen bij het leven. Op het terrein van de voormalige asbestverwerkingscentrale in Rozendrecht staat ons prachtige kinderdagverblijf in een oude opslagloods voor afgekeurd kwik. Hier kunnen de kleintjes naar hartelust stoeien, hoesten en spelenderwijs experimenteren met voorschoolse elektrotechniek. We hebben een klushoek waar uw dreumes ongestoord kan figuurzagen, solderen en lassen. Wij geloven dat risico's cruciaal zijn voor de ontwikkeling van zeer jonge kinderen. Het zogeheten YOLO-beginsel van de Zwitserse pedagoog Jérôme Nidoun. In de speelhoek kunnen de kinderen knuffelen met rottweilers. Bijna net zo lief als onze trouwe achtvoeter Teddy, de klassentarantula. Hier op oude beelden, want we zijn hem kwijt, maar hij moet ergens zijn. In de moestuin achter ons peutermortuarium leren we kinderen om weer in contact te staan met onkruidverdelgers als Roundup en andere bestrijdingsmiddelen. Maar ook binnen is altijd wat te doen. Na het PFAS-hapje kunnen ze nog even lekker surfen in de complothoek. Voor de invulling van onze personeelsroosters werken we samen met het reïntegratieprogramma van de penitentiaire inrichting Vught. Want iedereen verdient een tweede kans. Kinderdagverblijf Het Gokje. Heilozeweg 18, Rozendrecht. Tegenover de onderwaterspoorweg overgang. Zometeen laten we wat fillers zetten en Rutger Bregman is de gast. Eerst AI of Kamerlid. Doe lekker mee! AI of Kamerlid. Naam? Michael Boon. Partij? PVV. Het is een Kamerlid. Zag zijn baasje na 42 jaar weer terug. En wat er toen gebeurde, zal je verbazen. Ga naar NPO Start en kijk deze aflevering tot het eind.